Welkom bij de online yoga van Aruna Yoga Maastricht. Ik ben Tanja. Vandaag doen we een yoga sessie speciaal voor borstopeners, voor je ademruimte. Je mag komen zitten op de mat. Leg je handen op je benen. Mag je even je ogen dicht doen. Of je kijkt naar de grond vlak voor je. En voel even hoe je nu hier zit. Zonder een oordeel. Zonder erover na te denken, alleen maar observeren. Hoe voelt je lichaam nu? En kan je ook even waarnemen hoe je hoofd zich nu voelt. Gedachten die spelen of juist niet. Zonder iets te willen veranderen. En dan breng je je aandacht naar de adem. Voel de adem in- en uitgaan, zonder ook daar iets van te vinden, zonder er iets aan te willen veranderen. Als het gaat door je neus, in en uit. En observeer waar je die adem dan nog meer voelt bewegen. Misschien naar je borst, misschien in je buik. En gaat je neus, je borst een stukje naar voren. Gewoon met lange rug. Ja, een stukje naar links. Een beetje naar achteren en zo rechts. Zo maak je een beetje langzaam van die cirkels. Dus de ruimte in je bovenlijf. En zo heb je in je bovenlijf de lengte in je rug. De lengte aan de voorkant. De lengte aan de zijkanten bij je flanken. Doe je die rondjes ook andersom. En al die ruimte heeft met elkaar te maken. En is tegelijk ook de ruimte waarin de adem beweegt. Maak je rondjes iets kleiner. Stop je in het midden, voel je zitbotten de mat in. Zo'n zachte lengte in je rug. En zet je je handen naast je neer. Ga je armen wijd, ga je armen omhoog. Kijk omhoog, ademen. En uit je armen wijd en weer terug naar beneden. Nog een keer wijd en omhoog. Hou je handen even omhoog. Je kijkt gewoon voor je uit. Doe je vingers in elkaar. Draai je handpalmen omhoog en rijk omhoog. Dus je nek is zacht. Je verlengt zo je rug. Je tilt als het ware jezelf een beetje op zo richting plafond. En buig je een stukje naar links. Terug in het midden. Klein beetje naar rechts. En terug in het midden. Rijk nog even omhoog. Adem in. En uit je vingers los. Je armen terug naar beneden. En gaat alleen je linkerarm naar links en omhoog. Rijk even omhoog. Kijk omhoog. En dan ga je over je hoofd zo naar rechts. Dus je rechterhand iets meer naar rechts. Hou twee zitbotten de mat in. En draai als het ware je borst zo open opzij. Of zelfs een beetje naar het plafond. Misschien kijk je naar het plafond of naar je bovenstaan. Kom je terug rechtop, doe die hand gooi je terug naar beneden. Schouders laag. En gaat je andere arm opzij omhoog, rijk omhoog. En buig naar de andere kant. Dus je linkerhand stevig in de mat. Twee zitbot op de grond en draai weer zo net je borst iets open. Je neus iets naar het plafond. En kijk wat past. En gewoon voor de ruimte in je nek. En kom je terug naar het midden. Handen beneden. En gaan beide armen nog een keer opzij en omhoog. Adem in, kijk omhoog. Als je uitademt, handen naar voren, zet je handen voor je neer. Komt de een of andere manier op handen en knieën. Knieën heupbreed, handen onder je schouders. En ook hier voel je weer de lengte bij je borst, bij je buik, de lengte in je rug. Doe je navel ietsje in. Spreid je vingers, grond je handen en til je neus ietsje op. Laat je rug ietsje zakken, kijk je naar voren, adem in. En uit je rug rond, je hoofd los, bewegen even zo
op de adem heen en weer. Dus ook hier, blijf observeren. Geen oordeel, geen vergelijk. Gewoon zoals het nu is. Zoals het nu past. En je stopt in het midden. Zet je je handen voor aan de mat. Hou je knieën, je benen hetzelfde. Je heupen zo recht boven je knieën. Spreid je vingers. En laat je armen, je hoofd, je borst naar de grond zakken. Maar je arm blijft gestrekt. Misschien kom je elleboog op de grond. Laat je je borst naar de grond zakken. En leg je misschien je voorhoofd op de grond. Anders je hoofd richting de grond. Als het heel makkelijk gaat, leg je je kin op de grond. Dit is een hartopener, een borstopener. En deze buigt eigenlijk je rug vanzelf iets naar achteren. Daardoor stretch je je schouders. Maak je vooral zo lengte aan de voorkant van je lichaam. Als je je kin op de grond krijgt, kan je naar je duimen kijken. En je tilt je hoofd iets hierop. Goed. Zet je handen weer onder je schouders. Spreid je vingers. Krul je tenen in de mat. Hier is downward facing dog. En dan buig je even om de beurt. Gewoon zo je ene knie en je andere knie. Vingers, handen stevig de mat in. Dus je zitpotten naar het plafond. En eigenlijk zoek je dan dezelfde stretch op die je net had met je borst zo richting de grond. Dus je hoofd tussen je armen door richting de grond. Stop met je benen parallel, kijk even naar je handen en wandel je voeten naar voren, naar je handen. Voeten heupbreed, pak even je ellebogen vast, hang even zo uit naar voren en naar beneden. Misschien wieg je een beetje van links naar rechts. En dan stop je in het midden je ellebogen zwaar. Voel je voeten stevig in de mat. En dan gaan je armen wijd, kom je overeind. Neem je arm mee omhoog. Kijk even omhoog, pak met je linkerhand je rechterpols. Buig even naar links. En kom je terug naar het midden. Wissel nu de andere kant. En terug naar het midden. Je handpalmen boven je hoofd bij elkaar. Als dat niet handig voelt, doe je ze iets uit elkaar. Je heupen iets naar voren reik met je duim een klein beetje naar achteren. Misschien kijk je een beetje omhoog. Of naar je handen omhoog of naar je duim. Adem in. En uit je handen terug voor je borst. Zijn gewoon rechtop. Schouders laag. Kom je voor aan de mat staan. Je grote tenen bij elkaar. Je hielen een beetje uit elkaar. Grond je voeten. En ga je handen iets naar beneden. En ga je armen uit elkaar. Spreid je vingers. Adem in. Kijk omhoog. Misschien buig je iets naar achter. En uit. Blijf gewoon rechtop staan. Je handen terug naar voor je borst. En weer je armen wijd en omhoog. Adem in. En uit. Nog een keer in, opzij, omhoog. En met je handen bij elkaar vouw je dan voorover. Gewoon je handen naar beneden, buig voorover. Leg je handen op je scheen en til je neus op. En kom naar een plank. Dit is zonnegoed. Ook hier je navel in. En voel ook hier de lengte in je rug. En de lengte weer van je buik naar je borst. Ga niet hangen. Hou je heupen iets opgetild. Leg je knieën op de grond. En leg je neus en je buik op de grond. Til je borst even op. Blijf even hier. Til even je benen op. Doe je armen wijd. Doe je handen naar achteren, gewoon zo parallel. Misschien kan je je borst nog 2 centimeter optillen. Goed, armen wijd. En zet je handen terug, benen terug. En kom terug naar downward facing dog. Zit botten omhoog, buig weer even je ene knie. En je andere knie zo om en om. En je stopt in het midden, kijk naar je handen. En stap je voeten weer naar voren, naar je handen. Handen op je scheen, benen til je neus op, kijk naar voren. En buig voorover. En je komt overeind. Je armen wijd, je armen omhoog. Handpalmen bij elkaar. En met je handen samen buig je weer voorover. Hand op je scheen, benen til je neus op. Voel je lang. Hou die lengte en kom naar een plank. En kies even zelf je versie. Je kan je knieën weer op de grond leggen of je houdt je knieën los van de grond. Maak het niet te zwaar, hou je navel in. Tenen wijzen naar achter als je je neus opdoet. En je komt terug naar downward facing dog. Hielen richting de grond, zitpotten richting plafond. En voel 10 vingers stevig de mat in. Kijk naar je handen, stap je voeten weer naar voren naar je handen. Handen op je scheen, benen til je neus op. Buig voorover. En je komt overeind, je armen wijd, je armen omhoog.
Nog één keer. Je handen bij elkaar, zo buig je voorover. Gooi je handen naar beneden, zo ver als het gaat. Handen op je schenen en dan til je neus op. Kom naar een plank. Kies je versie met je knieën op de grond of je knieën niet op de grond. Je tilt je borst iets op. En je komt terug. Downward facing dog. Kijk naar je handen en stap je voeten weer naar voren, naar je handen. Handen op je schenen en til je neus op. Buig voorover en pak even je tenen vast. Als je hierbij kan, pak je iets van je benen vast. Neus richting je benen. Blijf gewoon zo staan. Kijk naar je tenen. Ga je armen wijd en je komt overeind. Je armen door omhoog. En je handen weer voor je borst. Schouders los, zet je voeten heupen breed. Doe je armen wijd. En je buigt voorover tot halverwege. Dus je staat gewoon zo halverwege. Doe je handen iets omhoog en sta met je, heb je je armen in een soort V-vorm. Adem in. En uit je armen naar beneden. Kruis nu je armen, je linkerarm over je rechterarm. Pak je zo je tenen vast. Til je neus op, adem in. En je buigt voorover. Hoofd los, nek los. En dan gaat je rechterarm naar rechts en omhoog. Draai mee, kijk mee naar rechts of kijk mee omhoog. Misschien kunnen je schouders zo boven elkaar komen. En ook zo'n draai maakt ruimte bij je borst. Je mag naar het plafond kijken of niet. En hou beide voeten stevig de grond in. Adem in. En uit terug. Gooi je hand weer over die andere hand. Kijk naar je tenen. En doe je linkerarm naar links en omhoog. Draai mee. Rijk omhoog. Adem in. En uit terug. Doe je armen weer wijd. Kom je een stukje overeind tot halverwege. Dus je bovenlijf parallel met de grond. Nog een keer je handen ietsje omhoog. En doe je handen naar armen naar horizontaal. Weer een klein beetje omhoog. Terug horizontaal. Dan hou je armen horizontaal. Kom je gewoon rechtop. Draai je handpalmen naar achteren. Schouders laag. Doe je achterrug. Je vingers in elkaar. Of je pakt een yogariem, een sok, een theedoek of zoiets. Je handen iets naar beneden. Je schouderbladen gaan wat naar elkaar toe. Zo. Til je neus ietsje op. Adem in. En je buigt voorover. Je borst gaat naar voren. Je hoofd gaat mee. In plaats laat je je hoofd los. Kijk je even naar links, beweeg je armen zo gestrekt een beetje naar rechts. En dan ga je even een beetje zo heen en weer. Dus je kijkt één kant op, je beweegt je armen naar de andere kant. Stop je in het midden. En dan til je hoofd op en kom je rustig terug rechtop. Sta je gewoon weer rechtop. Maak je je handen los. Draai zo dat je de lange kant van de mat zo hebt. En dan ga je je benen wijd zetten. Tenen allemaal naar voren. Armen wijd. Ga je armen omhoog. Adem in, rijk omhoog. En uit je handen naar voren en zet je handen op de grond. Dus alleen je vingertoppen of je hele hand, kijk wat past. Anders leg je iets onder je handen, zie je bij de grond. Je linkerarm naar links en omhoog. Draai mee, rijk omhoog. En je benen hou je gestrekt. Ja. Kijk, misschien kijk je naar het plafond, adem in. Uit, terug. En je andere arm opzij en omhoog. Dus draai. Misschien kan je schouder iets naar achteren nog. Hou je nek zacht. Adem in. Uit, terug. Zet je handen in je zij. Kom je rustig terug. Rechtop. Sta je dus rechtop. Je schouders laag. Doe de tenen van je rechtervoet een kwartslag naar buiten. Dan hou je benen gestrekt. Je houdt je heupen zo open naar de lange kant van de mat. Armen wijd, schouders laag. En rijk zo ver mogelijk als je kan naar rechts. Alsof je iets wil aanraken waar je gewoon net niet bij kan. Armen horizontaal. Duw je voeten de grond in en dan kantel je zo naar rechts. Rechterhand naar beneden, linkerarm omhoog. Dit is de Trikonasana. Misschien je linker schouder iets naar achteren nog. Als het oké voelt, kijk je omhoog. Anders kijk je niet omhoog. Adem door. En elke houding past ook gewoon zoals die past. Dat hangt ook af van de lengte van je armen, van je benen.
Oh, zoals nu pas. Adem in, reik met je vingers nog iets omhoog. En uit, kijk je beneden naar de tenen van je rechtervoet. En dan kom je weer terug rechtop. Adem uit. Doe je tenen terug naar voren, je handpalmen naar achteren. Doe je achter je rug je vingers in elkaar. En je tilt je neus ietsje op, ademen. En buig voorover. Hoofd los, nek los. Ook hier kan je iets tussen je handen doen. Dan komen je handen meestal verder los van je rug. Ook dat met lange armen dan weer gewoon makkelijker. Misschien je hoofd nog een centimeter lager. En dan kijk je naar de grond. En kom je terug rechtop. Je voeten stevig, de mat in. Goed. Dan heb je handen in je zij. Hou die ruimte bij je schouders. En doe de tenen van je linkervoet. Een kwartslag naar buiten. Armen wijd, dus je heupen terug naar de lange kant van de mat. Hè. Schouders laag, rijk naar links. Alsof je weer iets wil aanraken. En dan kantel je naar links. Dus voel de wijdte van je armen, alsof je zo vleugels hebt. De wijdte van je armen, misschien je rechter schouder iets naar achteren. Omhoog kijken mag. Adem je in, vingers nog iets omhoog. En uit, kijk naar beneden, naar de tenen van je linkervoet. En je komt overeind. Je armen weer wijd. Draai je tenen terug naar voren. En ga je armen omhoog. Adem in. Draai naar je linkerbeen. En je buigt voorover over je linkerbeen. Kom je handen ergens op je been uit. Je hoofd los, je nek los. Gaat je linkerarm naar links en omhoog. Draai mee. Adem in. En uit, terug. Doe je neus richting je been. En hou ook hier ruimte bij je borst. Dus maak niet je rug rond, dat je kin naar je borst komt. Maar hou de lengte van je buik naar je borst, naar je keel. En dan kijk je naar je tenen. En wandel je handen terug naar het midden en door naar je andere been. Heb je allebei je handen gewoon ergens op je rechterbeen. Dus hou je been gestrekt, je handen passen gewoon ergens waar ze passen. En gaat je rechterarm naar rechts en omhoog. Je benen blijven gestrekt. Als je lange armen hebt, kan je je linker elleboog nog buigen richting de grond. Adem. En uit die arm naar beneden. Op je been. Neus richting je been. Kijk naar je tenen. Doe je handen terug naar het midden. Zet je handen in je zij, kom je terug rechtop. Draai de tenen van je rechtervoet naar buiten. Buig je rechterknie, armen wijd. Duw je voeten de grond in en til je borst voor je gevoel ietsje op. Draai naar de rechterkant. Armen omhoog, adem in. Als je uitademt, gaan beide armen naar beneden. Aan twee kanten van je voet. Zet je voet naar achter, is hier een plank. En laat je rustig je knieën naar de grond zakken. Neus, buik naar de grond. Als je de verkeerde kant op kijkt, draai je gewoon even om. Til je borst ietsje op. Dat is de cobra. En zo verleng je weer de voorkant van je bovenlijf. Maak je ruimte in het bovenste stukje van je rug. En je duwt eigenlijk niet met je handen. Met je handen ga je nog zo een beetje verder omhoog. Dat is oké. Til je neus op, adem in. En uit. Til je benen op. En nog een keer je armen wijd. Misschien kan je handen nog iets optillen. Van je bilspieren aan, doe je armen naar voren. En dan naar achteren. En doe je achter je rug of je armen parallel of je vingers in elkaar. Bereik je met twee handen zo naar achteren. Dus dan kan je borst nog iets optillen. Adem in. En uit, los. En leg je handen onder je hoofd. Je hoofd dus op je handen. Voorhoofd of zijkant van je hoofd. En dan til je je hoofd ietsje op. Nu leg je je rechterarm wijd uit naar rechts. Dus echt haaks op de mat. Dus een hoek van 90 graden van die arm zo opzij met de mat. Je linkerhand zet je naast je schouder. En nu rol je op je rechterzij. En misschien kom je helemaal echt zo een kwartslag op je zij. Misschien kom je maar een stukje. Je linkerhand zet je gewoon vlak voor je. En dat werkt dus de meeste stretch voor je schouder. En daardoor ook voor je borst. Als je je arm echt helemaal haaks op de mat hebt. Kijk wat past. Je kan je linkervoet nog plat op de grond zetten als dat gewoon veel handiger voelt. Dat je niet terugrolt. Dus in het ideale geval komen je schouders boven elkaar uit. Kijk wat past. Je hoofd kan je loslaten.
en voel je zwaar. En zo kan je de adem observeren. Naar je borst, naar je buik, misschien ook zachtjes, lichtjes bij je sleutelbeenderen. En doe je benen op elkaar, draai terug naar op je buik. Doe je handen weer even onder je hoofd. Voel even na. Je tilt je hoofd ietsje op. Doe je linkerarm zo haaks op de mat naar links. Je handpalmen beneden. Rechterhand zo onder je schouder. En je draait op je rechter, op je linkerzij dus. Je rechterhand zet je vlak voor je borst. Of onder je hoofd zoiets. En je mag je rechtervoet op de grond zetten. Misschien kan je rechterschouder iets naar achteren nog. Dus kijk even vingertop op de grond. Of platte hand. Ook dat is gewoon een beetje wat handig is. Ook een houding kan handig of onhandig zijn. Dat kan je opmerken zonder daar verder over na te denken. En je tilt je hoofd ietsje op en je draait weer terug naar op je buik. Til je hoofd ietsje op, doe je armen wijd en til je armen op, misschien je handen nog iets omhoog. Nu buig je je knieën en breng je handen naar achteren. Je pakt of je voeten, enkels, of je pakt gewoon niet je voeten of je enkels, maak dat niet te ingewikkeld. En kijk of je borst weer zo ver mogelijk kan optillen. Het gaat vooral om die lengte van je buik naar je borst. Naar je keel, misschien til je neus op. Als je bij je voeten kan, duw je je voeten naar je handen. Hoe langer je arm, hoe langer je benen, hoe handiger deze. Til je neus nog iets op, adem in. En je laat los. Handen naast je schouders. Kom op handen en knieën en door naar child pose. Je zit vlak naar je hielen. Knieën iets wijder uit elkaar. Leg je voorhoofd op de grond of leg je voorhoofd op je handen. En voel weer de adem. Naar je buik, naar je borst, zeg maar richting de grond. Misschien voel je de adem ook bewegen naar je rug. Aandacht voor de adem zonder iets verder te veranderen. En dan til je je hoofd ietsje op. Kom terug op handen en knieën. En ga dan gewoon zitten. Zet je voeten plat op de grond, net ietsje voor je neer. Je handen zet je een stukje achter je neer. Je leunt gewoon wat naar achter. Kijk maar, als het gaat, je vingers naar je toe. Als dat heel gek voelt, doe je je vingers naar buiten of naar achteren. Voeten heupbreed. En dan maak je een beetje holle rug. Til je je borst op, til je neus op. En dan kijk je even het plafond of plafond net iets achter je. Voel de adem zo naar je borst, naar je buik. Als je wilt, til je nog je heupen op, word je een soort tafelvorm. Als het te zwaar is, hou je gewoon je heupen op de grond. In alle gevallen kijk je omhoog. Dus maak het niet te ingewikkeld, adem in. En uit, terug. Kijk weer gewoon naar voren. En nog één keer. Eerst til je je borst op, til je neus op, je schouders wat naar achteren. En als je wilt, til je heupen op. Goed, adem in. En uit, terug. Kijk je weer naar voren. En doe je of deze nog een keer, een van die twee versies, of versie 3. Doe je je benen lang uit naar voren, tenen naar voren. Handen stevig in de mat en til je zo je neus op, je borst op, je heupen op. En als het te zwaar is, kom je gewoon terug of zet je je voeten weer onder je knieën. Maar voel je adem, de lengte van de adem, van je neus helemaal naar je tenen.
Alsof je naar het plafond ademt. Adem in. En uit. Rug terug. Zet je je voeten weer plat op de grond. En ga je rustig op je rug liggen. Leg je armen langs je lichaam. Schouders breed. En duw je voeten de grond in, til je heupen op en til je armen nog op. Kijk wat past, leg je armen naar achter. Als het gaat zo lang uit, kijk wat past. Leg je handruggen op de grond. Adem in. En uit, terug. En nog een keer duw je voeten de grond in, lift. Adem in. Uit, terug. En nog één keer. Dus de kracht komt vanuit je been. Adem in. Uit, terug naar beneden. Doe je knieën boven je buik, je handen in je knieholtes. Maak even rondjes zo met je knieën. Schouders breed. Stop je in het midden. Til je hoofd op, je neus naar je knieën, knieën naar je neus. En rol jezelf naar rechtop en kom je weer gewoon zitten. Kom zitten in kleermaker zit of leg anders je benen gewoon anders. Handen op je benen. Schouders laag. En gaat nog een keer je neus iets naar voren, je borst iets naar voren. Maak nog even van die rondjes. Geef je adem de ruimte. Doe je ook andersom rondjes. En je stopt in het midden. Voel je even het midden. Je schouders laag. De lengte bij je rug. De lengte, de breedte aan de voorkant van je lichaam. De lengte en de breedte van je nek. Breng je handen voor je hart. Hopelijk tot gauw bij de volgende yoga sessie. Namaste.